Test. Beetje bijdraaien. Mag ik eerst uw naam? Cor Hielkema. Hielkema met lange ei, Cor met een K. Waar staan we hier? Het theehuis. Achter ons een hele beeldbepalend pand. Was het. Het ligt nu plat. Hoe komt dat? Een grote brand geweest, vanochtend na 11 uur ontstaan. Met vermoed in de meterkast. Personeel, op een gegeven moment viel de storm uit in het gebouw. En toen was de brand ook al daar. Van het gebouw is weinig over. Wat betekent dit voor Grouw? Het is natuurlijk een heel bepalend pand voor Grouw. En ook voor veel toeristen en bootje mensen die dus het pand al van verre zien liggen. Met het bekende rieten dak. Heb je iets gehoord van de uitbaters? Uitbaters zijn onderweg vanuit een vakantieadres. Ze waren bij Antwerpen toen ze het bericht kregen. En die verwacht ik hier halverwege de middag zijn ze hier. Hoe lang zijn deze mensen al uitbater? Deze mensen zijn denk ik ruim 3 jaar nu uitbater van het theehuis. Het is niet hun eigendom. Maar wel dus, ze zijn enthousiaste exploitanten en het hele jaar door open. Vanmorgen werd het pand geopend door de personeelsleden? Ja, om 11 uur gaan ze altijd open. En ik denk vrij vlak daarna is het ook gebeurd. Hoe wordt gereageerd door de dorpsbewoners? Mensen trouw die zijn behoorlijk geschokt. En ja. Hoe wordt er gereageerd door de dorpsbewoners? Mensen trouw die zijn behoorlijk geschokt en dit was ook wel een echte meeting point voor de Grouwsters geworden in die afgelopen 3 jaar. En een heleboel mensen hebben daar ook emotionele banden mee. Hoe lang staat het pand er al? Het pand is waarschijnlijk, het theehuis is gebouwd door het VVV in Grouw. Begin 1900. Eerst als locatie om prijzen van zeilwedstrijden uit te reiken. Maar het werd steeds groter en het werd steeds professioneler. En later kon je er ook uiteraard eten. En zo is het, heeft het een heleboel faam gekregen. Was het een monumentaal pand? Het was een beeldbepalend pand, he, door het rieten dak. En dat was wel, dat is tegelijk ook een beetje het gevaar geweest van het pand. Want dat brandde natuurlijk heel snel. De brand was in de hele omtrek wel te zien? Nou, gelukkig ging de brand was in de hele omtrek te zien. Kort, hevig vuur. Maar gelukkig trok de rook over het Pikmeer. En hebben we het in het dorp weinig van gemerkt. Alleen de mensen die hier wonen in de omgeving, die zitten nu nog zonder stroom. Dus 85 huizen waar geen stroom is. Dus dat is wel even behoorlijk lastig. En hoe nu verder? Ik denk dat de mensen die hier komen straks gauw binnen, dat het opnieuw gebouwd gaat worden. Maar dan in eigentijdse moderne, met eigentijdse moderne materialen. Dank u wel. Mag ik eerst uw naam en functie? Jelleke Bouwma, persvoorlichter Brandweer Friesland. Waar staan we hier? We staan hier aan de Meersweg in Grouw. Hier is vanochtend brand uitgebroken in het theehuis. Een bekend, heel bekend en populair pand hier in Grouw. En het is helaas volledig uitgebrand. Hoe groot was de brand? De brand greep snel om zich heen. Ook deels omdat er een rieten dak op het pand zat. Dus de brand was aardig groot. Waar is de brand begonnen? Het is nog niet exact duidelijk wat de oorzaak van de brand is geweest. Medewerkers stonden op het punt om vanochtend het pand te gaan openen. En die ontdekten dat er brand was. En die hebben zo snel mogelijk alarm geslagen. Dit was eigenlijk al te laat? Nou, ze hebben alarm geslagen en zijn natuurlijk toen zelf meteen naar buiten gegaan. En op dat moment is de vuurontwikkeling heel snel gegaan. Ook deels wat ik zei, doordat er een rieten dak op het pand zit, was het heel snel al uitslaand. Er staat ook een woning tegenaan. Hoe is het daarmee? Ja, er staat een woning nabij het pand, deels tegenaan. Die woning heeft roet- en rookschade opgelopen. Is dat hier van Grouw of is dat hier van Lillen? Die schade is beperkt gebleven aan de woning? Die schade zou je beperkt kunnen... De schade aan de woning is beperkt gebleven? Ja, er is al heel snel ingezet om die woning te behouden. Dus er is heel veel water gebruikt om die woning te koelen om overslag te voorkomen. En dat is gelukt. Hoe ging het blussen van de brand? Nou, de...
pand ligt aan het Pikmeer hier in Grauw. Dus er was meer dan voldoende water voorhanden. En op die manier kon er heel snel geblust worden. Heeft het blussen lang geduurd? Het blussen heeft enige uren Heeft het blussen lang geduurd? Het blussen heeft wel enige uren gekost. Er is ook stroom afgesloten. Een deel van de wijk zit hier zonder stroom? Ja, op dit moment zitten er zo'n 85 woningen in de wijk die grenst aan dit gebied zonder stroom. Dat komt omdat er een stroomverdeelkast van Liander vlakbij het pand stond. En die moest worden afgesloten om ook te kunnen blussen. De rook ging... De brand ging gepaard met veel rook. Heeft het gevolgen gehad? Ja, de rook is ook grotendeels over het Pikmeer getrokken. Dus we hadden voordat de wind wat dat betreft gunstig stond. Dank u wel.